Nu het Russische offensief voorbij lijkt, is er een nieuwe fase in de oorlog aangebroken, waarbij de Oekraïners meer aanvallen uitvoeren en de Russen zich ingraven. Oud-commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruijf. Veel ontwikkelingen dus op dit moment. Wat is de concrete situatie aan het front? Ja, je kunt wel zeggen dat er niet eens een Russisch offensief is geweest. Dat is de eerste vaststelling. Bachmoed heeft kennelijk zoveel middelen opgeslurpt van de Russen dat ze niet meer in staat geweest om elders offensief te worden. En we zien dat Oekraïne bezig is, en dat kondigen ze ook aan, met de voorbereidingen voor een offensief van hun kant. En die voorbereidingen die lopen nu, en dat zie je ook in de uitingen van het Oekraïnse leger, maar ook dat het materieel binnen is, dat de logistiek zoveel mogelijk naar voren wordt gebracht, en dat ze klaar zijn voor een volgende stap. En als we het vanuit Russisch perspectief bekijken, nou, Bachmoed heeft inderdaad heel veel zijn tol geëist. Zie je inderdaad, wat wordt de verdedigingslijn van de Russen? Hoe kun je dat concreet zien? Nou, we kunnen het concreet zien dat over 800 kilometer breedte, want zo breed is het front, bijna overal loopgraven zijn gemaakt door de Russen. Dat kunnen we zien, maar een loopgraaf is een indicatie voor een heel verdedigingssysteem. Dus daar horen ook mijnenvelden bij, daar horen ook opstellingen voor geschut bij. Er horen ook bunkers bij die we niet kunnen zien. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat de Russen nooit in staat zijn geweest om een offensief te lanceren, maar zich eigenlijk de afgelopen weken hebben voorbereid op verdedigen wat ze hebben. En waar doet dat aan denken, Mart, als je het hebt over loopgraven, op die manier proberen het gewonnen terrein te verdedigen? Is dat een hele oude manier van oorlog voeren? Dat denken wel, maar is het eigenlijk niet. We denken natuurlijk allemaal aan de Eerste Wereldoorlog met 800 kilometer aan loopgraven. Maar ik ben nog een kind van de Koude Oorlog. Als we de Koude Oorlog hadden gehad en we waren met alle NATO-legers naar de Oost-Duitse grens gereden, hadden we ook allemaal schuttersputten en loopgraven en mijnenvelden gezien. Dus het is een hele simpele methode om het terrein voor jou te gebruiken om je als verdediger sterker te maken. Het voordeel van een verdediger is, jij kunt je voorbereiden, daar heb je de tijd voor. En als je het hebt over Oekraïne en de manier van aanvallen, ja, dat is natuurlijk altijd de vraag hoe het concreet gaat gebeuren, zo'n offensief. Maar welke signalen komen er nu door van aanvallen die er al worden uitgevoerd? Wat we zien is dat Oekraïne met een militaire term doelen in de diepte aangrijpt. En dan moet je denken aan spullen waar de Russen belangrijke wegenknooppunten hebben, kruispunten of brandstofvoorraden, zoals laatste aanval op Sebastopol. Dus ze proberen de Russen, zeg maar, in de diepte te verlammen, de voorraden aan te grijpen en zorgen dat ze niet makkelijk met eenheden van A naar B kunnen grijpen. Dat is meestal een indicatie dat wat op komst is. Ja, die aanval op dat oliedepot op de Krim, dat waren natuurlijk hele indrukwekkende beelden van die enorme rookontwikkeling daarboven. We hebben eerder gehad dat de brug naar de Krim toe, dat daar een explosie plaatsvond. Heeft dat nog een specifieke symbolische waarde als juist daar, het terrein wat de Russen natuurlijk als eerste innamen, als daar tegen acties komen? Je ziet ook dat het effect in de Russische pers is dat men niet tevreden is met het Russische leger, omdat op Russisch grondgebied ook aanvallen worden uitgevoerd, kennelijk door Oekraïne. En dat is de Russische krijgsmacht niet in staat is het eigen land ook in de diepte te verdedigen tegen aanvallen en gerichte aanvallen van het Oekraïnse leger. En welk sentiment, je hebt het net even over de Russische media, maar welk sentiment voel je verder in dat land nu de oorlog al zo lang doorgaat en dus er steeds meer signalen komen? Nou ja, we weten allemaal nog hoe het begon, hè, met de optocht voor Kiev. Ja, toch deze kant op lijkt te gaan. Het eerste is natuurlijk dat Poetin sinds die oorlog niet snel kon winnen, dit een oorlog tegen NAVO heeft gemaakt. En hij zegt dat NAVO Rusland aanvalt. Dus hij heeft daar een nationale totale oorlog van gemaakt. Maar we zien dat het enthousiasme in de bevolking nog niet breed wordt gedeeld. Hè. Als je als dienstplichtige tegen zinnen in dienst moet, je wordt slecht opgeleid, je hebt geen wapens, dan heeft dat effecten. Dus je ziet ook dat de repressie, de maatregelen tegen mensen die niet willen vechten, worden alleen maar groter. En we zien dat er binnen het Kremlin veel discussies tussen verschillende partijen, bijvoorbeeld tussen Prokishin met zijn Wagner-partij en het reguliere Russische leger, wie dan de schaarste voorraden krijgt. Dus je ziet langzamerhand barstjes komen in het Russisch moreel. En als je het hebt over die repressie voor mensen die niet willen vechten, kun je dat concreet maken? Hoe krijg je dan toch de mensen aan het front en dat ze bijvoorbeeld in loopgraven daadwerkelijk zich gaan opstellen? Door dwang en door doodsdwang eigenlijk. Hè. Je dwingt mensen naar voren te gaan als ze teruggaan. En die voorbeelden zijn er ook. Dan worden ze beschoten door eigen troepen. Er zijn ook voorbeelden dat mensen moeten betalen voor hun eigen medische zorg. En een schokkende voorbeeld uit de laatste tijd is dat mensen in gaten in de grond worden gezet met een metalen rooster eroverheen, omdat ze weigeren te vechten en eigenlijk nauwelijks eten en drinken krijgen. En ze worden gestraft voor hun houding.
Aan de andere kant zie je ook nog dat Kiev, dat zijn wel ja, natuurlijk enorme heftige zaken die blijkbaar in deze oorlog allemaal plaatsvinden. Je ziet in Kiev dus dat daar wel nog luchtaanvallen zijn, dat de afweermechanismen hun werk doen. Is dat opvallend dat toch nog een stad als Kiev dan nog blijkbaar bestookt kan worden? Ja, het is een beetje vroeg om te duiden, want we zagen die campagne van de Russen de afgelopen maanden door de lucht eigenlijk gaan om het energiesysteem van Oekraïne aan te vallen en dan te zorgen dat je vluchtelingenstroom op gang krijgt. Het lijkt erop dat de campagne nu toch een iets ander karakter heeft, namelijk het doel om de voorbereiding van het offensief van Oekraïne te gaan verstoren. Dus we zien dat er commandoposten worden aangevallen, dat er knooppunten van wegen worden aangevallen. Het kans dat daar iets mee te maken heeft. En een tweede wat erbij komt is dat we niet precies weten hoe nou effectief die westerse middelen zijn in de omgeving van Kiev. Als het zo is dat het gros van de Russische kruisraketten en lange afstandswapens wordt neergehaald, zou het best wel eens kunnen dat daar systemen als een Patriot ook een belangrijke rol in spelen. Oké, Mart. En probeer eens een inschatting te maken van de komende tijd. Het woord lenteoffensief, dat horen we natuurlijk vaak terugkeren. Wat verwacht jij dat er bijvoorbeeld deze maanden gaat gebeuren? Ja, ik heb altijd gezegd dat mei, juni de tijd is dat een offensief zou kunnen komen. Alleen we moeten niet denken dat we het offensief op de dag zelf zien. En wat we gaan zien is als Oekraïne gaat aanvallen, dat er over dat hele front van 800 kilometer breedte ook misleiding zal plaatsvinden. Bijvoorbeeld schijnaanvallen of nevenaanvallen. Om de Russen zoveel mogelijk maar in het ongewisse te laten waar die hoofdstoot komt. En na een paar dagen zullen ze op een aantal plekken die ze hebben uitgezocht met heel veel militair vermogen op een klein gebied zullen ze proberen door te breken door die verdedigingslinies van 20 kilometer lang. Dat doe je door daar in te breken, door te breken en uiteindelijk ook uit te breken. Dat is de moeilijkste fase van het offensief. Kom ik goed en zonder grote verliezen door die verdedigingslinies heen? En waar de Rus het voordeel heeft van de voorbereiding, heeft Oekraïne het voordeel van de verrassing. Oké, Maarten Cruijff, dank weer voor de update en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.